Geen vrienden of familie zien en thuis blijven, dat vraagt de overheid van ons voor de komende 2,5 week. Mogelijk langer als de corona-epidemie niet onder controle geraakt. Het weer is goed en ondertussen kan mijn conditie wel lekker, dus geen probleem. Maar u mist de vrienden? Oh, alleszins, ja, tuurlijk. Overal in het land gaat de politie op pad om te controleren of iedereen zich houdt aan de nieuwe crisismaatregelen. In Italië zijn er in één dag tijd bijna 500 doden bijgekomen. De ziekenhuizen krijgen de toestroom aan coronapatiënten niet onder controle. It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. En intussen is ook beslist dat het Eurovisie Songfestival voor het eerst in de geschiedenis niet doorgaat. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Een goeie avond. Ons sociaal leven tijdelijk opgeven. Dat is de opoffering die we nu allemaal moeten maken om het coronavirus klein te krijgen. Sinds 12 uur vanmiddag is alles wat niet echt noodzakelijk is verboden, dicht of afgelast. Alleen nog je huis verlaten als het echt nodig is en een samenscholingsverbod, dat is nu de nieuwe richtlijn, al zeker tot en met 5 april. En het zal gecontroleerd worden. We moeten simpel gezegd thuis blijven in kleine kring, maar enkele essentiële zaken die kunnen wel nog en die som ik even op. Eten gaan kopen, dat mag. Voedingswinkels, maar ook krantenwinkels, postkantoren, banken, apotheken en dokterskabinetten blijven open. Al gelden overal dezelfde maatregelen, afstand houden van elkaar. Wat ook nog mag, is naar het werk gaan, maar alleen wie noodzakelijk werk doet en dat niet van thuis kan doen. Sporten in de buitenlucht mag ook nog, met het gezin of met maximaal 1 andere persoon erbij. En zelfs buiten geldt de gouden regel afstand houden. Alleen zo, zeggen virologen, kunnen we voorkomen dat we elkaar massaal gaan besmetten met het coronavirus. Noodzakelijk, maar bevreemdend hoe ons land plots stilvalt. Ceci neemt pas aan lockdown. En toch, op de Grote Markt in Brussel zie je meer duiven dan mensen. Manneke Pis heeft minder bekijks dan anders. Ook onze hoofdstad is stilgevallen. Ja, Brussel is heel leeg natuurlijk. De stad bruist normaal gezien en nu is er bijna niemand. Dus dat is wel raar om te zien. De graslei in Gent, kort voor 12 uur. Mensen nemen snel nog afscheid van elkaar. Het is enkel voor fysieke activiteit dat we nog mogen buitenkomen. Dus. Vandaar dat we nu nog ook zitten, tot 12, en dan stoppen we ermee. Het is like een goodbye lunch, brunch situation. Yeah. And what will you do after 12 o'clock? After 12 o'clock, I will return home and they will also return to their respective homes. Een afscheid nemen, dat doen we met een elleboog. Hetzelfde beeld in Antwerpen op de Meer. Al kort voor 12 uur zijn er al veel winkels gesloten. Ik loop heel graag en ik wou nog een paar leggings gaan kopen. Omdat ja, ik heb er nog wel nodig en voor deze tijd en dan moet ik minder wassen en zo. En ik kwam naar buiten en ik zag meteen dat de Nike Store dicht was. En, ja. Ja, ik had nog schoenen nodig. En? Is de winkel nog open? Nee. Ook in Kortrijk lijkt het wel autoloze zondag. Binnenfeesten is natuurlijk niet verboden. In de Blaarmeerse zijn de speeltuinen gesloten. Samenwandelen met voldoende afstand mag nog wel. Het is natuurlijk heel, heel streng en voor sommige mensen zal dat wel een kleine ramp zijn, vermoed ik. Dus, ik heb al lachend bepaalde dingen gehoord dat er meer echtscheidingen gaan zijn. Mooi weer en lege autosnelwegen, het lijkt wel vakantie. Maar de leegte en de mondmaskers, zelfs aan de kust, vertellen een ander verhaal. Al probeert iedereen er het beste van te maken. En met het coronavirus kun je toch even naar buiten gaan. Dus dat is soms een opluchting om dat dan met twee te doen.
Wandelen, joggen, fietsen, dat mag wel nog, maar alleen met het gezin of met maximaal één andere persoon erbij. En nog een beperking. Het moet in de buurt gebeuren, want niet-essentiële verre verplaatsingen met de auto zijn verboden. Naar de Ardennen of naar zee rijden om daar te gaan wandelen, dat mag dus niet. 17 graden en een stralende zon, dat lokt veel volk naar provinciedomein De Gavers in Haarelbeke. Zeker omdat wandelen en fietsen nog mag, weliswaar onder voorwaarden. Dit is wel een risicogebied en daarom houdt de politie meer controles. Ook de parkbrigade is extra alert. We zullen nu geregeld rondrijden met de fiets en kijken of daaraan gehouden wordt eigenlijk aan die regelgeving. Het is toch de bedoeling om er mensen op te wijzen. Al zijn de meeste mensen er hiervan overtuigd dat ze de regels goed naleven. Het is nu nog wat wennen en wat aanpassen. Dus we maken ervan gebruik. Nu het nog even kan, wij volgen de voorschriften goed op. Maar je merkt ook wel dat heel wat andere mensen dat niet doen, natuurlijk. Sommige regels zijn dan ook niet voor iedereen duidelijk. Dat merken we aan het Nachtegalenpark in Antwerpen, waar heel wat volk met de auto naartoe komt. En wat mag er van verplaatsingen, denkt u? Naar de post, naar de bank, naar de voedingswinkel, als ik het goed heb. En dan zijn we er ongeveer. En naar het park? Ik weet het niet. Ik weet het dus niet, hè. Naar een park in de buurt rijden mag dus. Het halve land doorkruisen om naar zee te gaan niet. Spelen in eigen tuin of in het park dus. En als de speeltuigen dicht zijn, dan komt de creativiteit boven. Het plan is een doolhof te maken. We hebben hier 2 dagen geleden al zitten bouwen. Op iets dat andere mensen al hadden voor ons opgesteld. En hij is helemaal geboeid, dus blijven we verder doen, hè. En wandelende vriendinnen doen hun best om afstand te houden. Je loopt ver uit elkaar. Ja, dat moet het toch, hè? Dat moet het. Je kunt even goed wat verder, wat harder lopen. Maar automatisch gaat het toch zo een beetje. Maar dus straks zaten we op de bank en die mannen van het park, die wensen ons proficiat, maar we zo afstand hadden gehouden. Anders hebben we niks, hè? En een ijsje eten, dat mag gelukkig ook nog. Wie zich niet houdt aan de richtlijnen van de overheid is gewaarschuwd. Er wordt gecontroleerd. Politie en parket hebben ook beslist om daar een prioriteit van te maken. Er zullen boetes volgen en meer als dat nodig is. De boetes kunnen oplopen tot €4.000. En wie voor de rechter moet verschijnen, riskeert zelfs een gevangenisstraf. Het is niet alleen moreel onverantwoord gedrag, ze plegen ook een misdrijf. Het is een kleine groep die daaraan schuldig maakt, maar we moeten daar wel streng tegen optreden, want de gevolgen voor de volksgezondheid zijn groot. Alle parketten samen hebben een eenvormig vervolgingsbeleid afgesproken, zodanig dat we volgens dezelfde principes die hardleerse kern aanpakken. Vanmiddag ging dat samenscholingsverbod in. Niemand mag dus in groep samenkomen. We gingen mee op patrouille met de politie in Hasselt om te controleren of de nieuwe maatregelen worden nageleefd. Het zijn vreemde tijden, niet enkel voor de bevolking, maar ook voor de politiediensten. Overal in ons land worden extra politievrouwen en mannen ingezet om te patrouilleren in verlaten straten. Op zoek ook naar mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen, ook hier in Hasselt. Waar het opvallend rustig is in de winkelstraten en waar mensen ook opvallend voorzichtig zijn. Mijn moeder wordt 90 jaar, hè. Zij zit in die risicofactor, maar als hier niemand rondloopt en wij houden afstand en we gaan het park in, dan kan dat volgens mij geen kwaad, hè, als je alle maatregelen... Plus heb ik dat altijd bij, hè. Al die maatregelen worden niet zomaar genomen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt iedereen aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en om zeker niet in contact te komen met grote groepen. Wie zich toch niet aan de regels kan houden, riskeert een boete en zelfs vervolging. Normaal moet je thuis blijven, hè. Ik snap ook wel dat met het mooie weer dat je ook buiten dingen wilt doen, maar probeer dan ergens te gaan waar al niet te veel volk komt, hè. Mooi weer vandaag, maar ook dat is eigenlijk geen geldig excuus om even een bezoekje te brengen aan een afgesloten speeltuin. Dat is uw dochter, hè? Dat is mijn dochter, ja. We moeten vragen om niet op het speeltuintje te komen, want je ziet, ja, het is afgesloten. Dus de hele dag moet opsluiten, breken ze het kop af. Ja, dat is niet gemakkelijk, ik begrijp het. Maar ja, we moeten een beetje zien dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Hier in Hasselt lijkt iedereen alvast goed mee te werken. En dat is een aangename verrassing, ook voor de politie zelf. Vandaag valt het heel goed mee. Het is heel rustig overal, hier en daar een enkeling. Maar ik moet zeggen, de mensen houden zich er goed aan. Ik had het eigenlijk niet verwacht, zeker met het mooie weer. Er zijn nog veel mensen op straat, maar de mensen blijven precies toch verder van elkaar weg.
De supermarkten blijven open, maar ook daar gelden nieuwe, strikte richtlijnen. We mogen niet met z'n allen tegelijk binnen en we mogen niet langer winkelen dan een half uur. In die tijd moet u dus uw inkopen gedaan hebben. Er staat veiligheidspersoneel aan de ingang om alles in goede banen te leiden. En ook voor het personeel in de winkels zijn het trouwens geen gemakkelijke tijden. Minuten rond zal ik de boter doen. Supermarkten draaien op volle toeren en dat wil zeggen hun personeel ook. Ze moeten dubbel of driedubbel zoveel aanvullen als anders door onnodig gehamster. Het moeilijke is dat onze rayons niet gevuld blijven. En ja, we leggen iets in en de klanten nemen het snel mee. En dan de volgende klant die zegt dan van, oei, het is er niet meer. Zwaar, omdat er natuurlijk heel veel volumes binnenkomen aan de ene kant, maar ook heel veel klanten passeren, dus het is zwaar. Klanten zijn ook wat ongerust, dus reageren misschien op een andere manier dan dat ze normaal zouden reageren. In de supermarkten was er de voorbije dagen ongezien getrek en gedrum. Nu mag er nog maar één klant binnen per 10 vierkante meter. Dat zorgt voor rust en hopelijk ook voor meer respect. Ik denk dat het belangrijk is dat de klanten ook beseffen dat het voor ons moeilijke dagen zijn. En misschien een glimlach is een bedankt zeggen, dat dat ons heel veel doet. Ook de veiligheidsagenten buiten aan de supermarkten, die klanten maar mondjesmaat mogen binnenlaten, maken ongeziene taferelen mee. Ja, bijvoorbeeld mensen die moeten aanschuiven in de rij, die het gewoon naast zich laten liggen en gewoon binnenkomen. Dingen nemen uit andere karren, vechten voor een karretje. Dat ik zeg, allee mannetjes, hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Verbaal geweld, enorm veel verbaal geweld. Mensen die gewoon zeggen, oh, ik doe, en trek het me niet aan en ik wil binnen. En, ja, volledig nodig kwijt. Gisteren had de koekiemand duwen en trekken met karken. Hij wou binnen dat karretje gewoon tegen mij. Tegen mij beginnen duwen van ga uit de weg. Ik zeg, nee, ik ga niet uit de weg. Ik heb eigenlijk hier lang ook vroeger discotheken gedaan. Maar ik zie nu tafereel dat ik de laatste jaren niet heb gezien. En nochtans, het kan niet genoeg benadrukt worden. Er is genoeg voor iedereen. De rekken worden voortdurend aangevuld. En dat konden we vandaag zelf zien bij De Leize. Alle verse afdelingen voor receptie. Camion Vetsen, alsjeblieft. Dank u. Een vrachtwagen bomvol eten komt aan bij supermarkt De Leize. Het is alle hens aan dek om dit snel te lossen en in de rekken te krijgen. Dit is de verse producten, dus alles qua zuivel, alles qua groente, fruit, bereide maaltijden, noem maar op. Alles wat klanten dagelijks kopen en nu ook meer kopen dan normaal, wordt nu echt in versneld tempo naar de winkels verscheept. Wel, op dit moment nemen we extra chauffeurs en vrachtwagens aan om al die transporten te kunnen mogelijk maken naar de winkels. Om een idee te geven, elke dag rijden er nu 900 vrachtwagens rond. Normaal zijn het er 500 à 600. Het enige wat die extra vrachtwagens nodig hebben, is tijd om uit de volle depots tot hier te raken. Want producten zijn er genoeg. Dit toont ook dat de reserves ook goed vol zitten. Dat alles ook goed aankomt en dat het nu kwestie is van tijd en van genoeg mensen om de rekken terug te blijven aanvullen. Vandaag krijgt men nog altijd de garantie van de leverancier en van de logistiek en transport dat er voldoende volumes van producten binnenkomen. En ook in de winkel is er tijd nodig. En ook daar zijn extra handen, zoals jobstudenten en collega's van marketing, HR en IT die meehelpen. Dus hier zijn we in de fruit- en groenteafdeling en daar zie je dat er al een deel lege rekken zijn. Maar we zijn met mannenmacht aan het werken om alles aan te vullen. Een leeg rek maakt zeker geen signaal zijn dat de mensen moeten hamsteren. Integendeel, alles wordt aangevuld. Geef ons gewoon wat extra tijd. Dit vraagt gewoon ook meer tijd om aan te vullen, omdat de mensen zoveel kopen. Dus we raden hun aan, koop het broodnodige, koop niet te veel. En laat ook andere producten voor andere mensen, zodat iedereen de kans krijgt om zijn boodschappen te doen. Door de coronacrisis hebben de bedrijven in ons land al voor 400.000 werknemers economische werkloosheid aangevraagd. En daar komt nu nog de vraag bij om ook economische werkloosheid in te voeren voor alle 145.000 huishoudhulpen die betaald worden via dienstenchecks. Dat vragen de commerciële dienstencheckbedrijven. De VZW's die werken met dienstenchecks willen wel huishoudhulpen blijven inzetten voor kwetsbare mensen die veel zorg nodig hebben. Katrien is dienstencheckwerknemer bij Immens. Dat is een fusie van de thuishulpdiensten die werken voor de liberale, socialistische en onafhankelijke ziekenfondsen. Ze zien volop klanten afhaken. Ik heb nu voornamelijk twee mensen gehad met kleine kindjes. Die de kindjes een beetje ziek waren en gewoon uit voorzorg gevraagd hebben om niet te komen. De klanten bellen massaal af, vooral de tweeverdieners. De mensen die vandaag thuis aan het werken zijn. Wij ondervinden ook dat ons eigen personeel bezorgd is om bij de mensen aan huis te komen.
Ook hier dus de vraag om tijdelijke werkloosheid in te voeren, maar niet algemeen. De huishoudhulpen zijn ook nodig ter ondersteuning van het personeel dat thuis gaat zorgen voor eenzame, zwake, oude of zieke mensen. Vandaar een tussenweg. Wij gaan ook kiezen voor economische werkloosheid, maar wij geven wel onze eigen mensen de mogelijkheid om ingeschakeld te worden in de zorg. Dus wij gaan een vrijwillige oproep doen. Mensen kunnen zich vrijwillig aanbieden om mee te gaan in onze aanvullende thuiszorg. Ik zou liever blijven werken dan dat ik eigenlijk moet thuisblijven. Ik vind sowieso, wij zijn mensen die in de zorg zitten, ook al moeten wij gaan kuisen. Dat is ook een beetje de mens helpen. Immens vraagt aan de subsidiërende Vlaamse overheid om hen ongeveer 2 euro meer te geven dan als dienstensecwerknemer. 13 in plaats van 11 euro per uur. Veel aantrekkelijker dan tijdelijke werkloosheid. Als je thuis moet blijven, val je maar op 70% van je loon. Ja, voor mij is dat toch al belangrijk dat ik terug mag volledig werken. Ja, wie tijdelijk werkloos is, wordt niet ontslagen, maar krijgt een werkloosheidsuitkering van de federale overheid. Die bedraagt 70% van het bruto loon tot een bepaalde grens. Dat betekent dus sowieso minder inkomen. En daarom schiet ook de Vlaamse regering te hulp in deze uitzonderlijke tijden. Zij betaalt de energiefactuur van de werknemers die tijdelijk werkloos worden. Corona heeft ook de Vlaamse regering in haar greep. Ministers Skrivits en Somers moeten thuisblijven. Maar ze kunnen via een videolink mee beslissen dat Vlaanderen, wie tijdelijk werkloos is door corona, financieel een handje zal helpen. Water, gas en elektriciteitsbedrijven die gaan de gegevens krijgen wie dat technisch werkloos is en wie dat minder loon heeft. En die gaan dan een berekening maken op basis van 1/12 van het jaar voordien. En dat wordt dan afgetrokken van de factuur die mensen zullen krijgen. De regering breidt ook de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven uit. Dat betekent dat alle ondernemingen die moeten sluiten in aanmerking komen voor de hinderpremie van 4.000 euro voor de eerste 3 weken en dan vervolgens 160 euro per dag. Ook marktkramers komen daarvoor in aanmerking. De regering roept bedrijven en organisaties die nog mondmaskers hebben op om die naar de ziekenhuizen te brengen. Wanneer men zelf mondmaskers maakt, breng die naar de woonzorgcentra. In de koepelzaal van het Vlaams parlement mogen van de 124 volksvertegenwoordigers enkel de fractieleiders de toespraak van de minister-president rechtstreeks volgen. Misschien lijken we soms even aangeslagen, maar opgeven doen we nooit. Een enkele keer slaat de angst ons om het hart, maar dan gaan we er weer voluit tegenaan, erop en erover. En deze spirit die zal er ons nu ook opnieuw bovenop helpen. Het parlement keurt unaniem een nooddecreet goed waardoor ziekenhuizen bijvoorbeeld extra containers zouden kunnen plaatsen zonder omgevingsvergunning. Veel drastischer dan dit kan het bijna niet worden. Het zijn beslissingen die de regering van ons land samen hebben genomen. En ook Vlaams minister-president Jan Jambon zat bij aan de tafel waar die beslissingen genomen zijn. Een uurtje geleden zat hij hier in de studio. Ik vroeg hem om te beginnen waarom dit geen lockdown is. De discussie over de terminologie, ik denk dat het belangrijk is dat je de maatregelen toelicht. Kijk, er zijn een heel aantal bedrijven die kunnen open blijven. Er zijn bedrijven in vitale sectoren die open moeten blijven. Dus in die zin kan je niet van een volledige lockdown spreken. Het is evident, in de horeca is het lockdown, in de winkelstraten is het lockdown. We kunnen nu heel lang gaan discussiëren over de terminologie, maar ik denk dat de maatregelen aan zich belangrijker zijn om dat toe te lichten. En misschien voelen de mensen het wel aan als een lockdown, hè? Dat kan. Ik denk, als je door de winkelstraten loopt, dan is het er toch dichtbij. Ja, ja. Nu, er is ook heel wat onduidelijkheid nog altijd. Mensen hebben nog altijd heel veel vragen. We zien heel veel vragen binnenkomen bij ons op onze website. We beantwoorden die zoveel mogelijk. Dus de kijkers kunnen daar zeker gaan kijken welke antwoorden wij allemaal geformuleerd hebben. Maar ik wil er toch een aantal van die vragen ook aan u voorleggen. Een paar vragen die vaak terugkomen. Ja. Familiebezoeken, kan dat nog? Wel, familiebezoeken, we zeggen, beperkt dat tot een minderheid. Als het echt essentieel is, dan kan het, bij wijze van spreken, als een kindje pas geboren is, ja, dan begrijp ik dat grootouders daar toch even naartoe. Maar beperkt dat tot een minimum, gaat niet echt opzoeken als het niet noodzakelijk is. Dus ja, je kunt dat niet 100% verbieden, maar benader dat met gezond verstand, beperkt dat tot een minimum. Ja, ja, dus dat is geen 100% verbod. Want... Dat is heel moeilijk om dat te verbieden, denk ik. Hè, maar beperk dat tot een minimum gezond verstand. Gezond verstand.
Mensen laten ons ook weten, ja, mijn lief woont op een andere plek, wij wonen niet samen, dus we kunnen elkaar niet zien. Ja, maar dat is hetzelfde hier. Hè. Dat is, als je samen woont, dan zou je elkaar wel kunnen ontmoeten. Dus ook daar weer, als je nu echt naar je lief toe gaat en daar samen bent, of je zegt, we nodigen nog 25 vrienden uit, dat is het groot verschil. Ook hier weer, natuurlijk is er geen probleem van bij je lief te zijn. Hoe mooi is dat? Ja. Maar haal daar geen nog andere personen bij en zo, houdt dat dan beperkt. Ja. Ook weer hier, ik kan niet anders zeggen dan gezond verstand. Ja, zullen veel mensen opgelucht zijn. Sporten in de buitenlucht, daar is ook wel wat verwarring over. Mag je nu de auto nemen om ergens te gaan wandelen in een park? En hoe ver mag die afstand dan zijn? Ja, dat is natuurlijk niet bepaald. Van, het mag 2,5 kilometer zijn en geen 3 kilometer. Als je ergens woont in een gemeente, meestal is een park in zo'n gemeente en kan je daar gaan wandelen, gaan joggen. Dus dat kan. Naar de andere kant van het land rijden, diep in de Ardennen, ja, dat hoeft ook weer niet. Hou dat ook weer beperkt. Het is hier denk ik vooral belangrijk dat je dat in heel beperkt gezelschap doet. Iemand met een gezinslid, eventueel met één vriend of zo. Maar ook rijd hiervoor niet naar de andere kant van het land. In elke gemeente is toch dichtbij een park, een bos, waar dat je dat kan doen. En doe dat dan daar. Ja, maar voor alle duidelijkheid, want we moeten thuis blijven, maar we moeten niet binnen blijven. Wie een tuin heeft, kan daar gerust in spelen en werken. Absoluut. Er is niks verkeerd met in een tuin te gaan werken. Er is verkeerd met veel mensen samen te zitten, verschillende generaties samen, dat is verkeerd. Dus ook weer, moest je nu zeggen, met 10 mensen, we gaan eens echt serieus samen in de tuin werken en we omhelzen elkaar. En dat is niet. Maar als je alleen in je tuin gaat werken, daar is op zich totaal niks verkeerd mee. De huisvuilophaling, is die gegarandeerd? Die is gegarandeerd. Dus de containerparken zijn dicht. Omdat we zagen, ja, de Vlaming is een nijvere man of vrouw. Is zijn kelder, is zijn zolder, zijn garage beginnen opruimen. En het was echt een opeenstapeling op het containerpark. Een beetje zelfs agressiviteit met mensen die, waar de wachters van het containerpark zeiden, maar 5 mensen tegelijk binnen, die dan agressief werden. En dan heeft collega Zoal Demir beslist van, ja, op vraag trouwens van de containerparken, dan gaan we wel zorgen dat de huisvuilophaling gegarandeerd is. Natuurlijk, stel u voor hoe slecht voor de gezondheid zou dat niet zijn, moest het huisvuil gaan opstapelen. Dus dat is wel gegarandeerd. Wie nu zijn auto in pannen heeft staan voor de deur of zijn bril of zo'n stuk, is een soort dringende herstelling die moet gebeuren. Kan dat nog? Ja, dringende herstellingen kunnen. Maar natuurlijk moet je dan ook daar kijken. Als je de auto nodig hebt voor zanderdags naar je werk te gaan, ja, dan is het belangrijk dat die hersteld wordt. Als je je auto zelden of nooit buiten rijdt, ja, dan is dat niet hetzelfde met een bril. Je hebt misschien nog een reservebril liggen. Dan gaat het dan ook weer niet zoeken. Maar als dat maakt dat je, bij wijze van spreken, niet door je huis kunt lopen of je loopt tegen de deur op omdat je niet meer kan zien, wanneer er een dringende noodzaak is om dat te doen, is dat natuurlijk toegelaten. Ja, ja. Vlaanderen heeft een aantal tegemoetkomingen aangekondigd. Gaat dat betaald geraken of krijgen we volgend jaar een Vlaamse coronatax? Nee, dat is absoluut niet de bedoeling van een Vlaamse, van dat met taxen of zo. Kijk, de Vlaamse begroting is zeer robuust. Dat dank ik aan de regering Bourgeois, de vorige regering, is zeer robuust. Dus wij kunnen wel iets aan. En de maatregelen die we nu hebben uitgevaardigd, die zijn haalbaar. Wat is natuurlijk de onvoorspelbare factor? Hoe lang gaat dit allemaal duren? Ik ga ervan uit dat we tegen de zomer, ten laatste of zo, dan daarvan af zijn. En dan is er geen enkel probleem. Maar het is absoluut niet de bedoeling om dat op een bepaald moment in een coronatax of weet ik veel wat om te zetten. We gaan dit op de begroting van 2020 pakken en dan werken om de begroting van 2021 in evenwicht te krijgen, zoals we altijd gezegd hebben. Oké, dus dat moet lukken. Er is ook een Europees coronafonds, maar daar bent u niet helemaal gelukkig mee. Wel, ik stel vast dat de verdeling van de middelen, dat die eigenlijk ook hier weer voornamelijk naar Wallonië gaan, terwijl in Vlaanderen de meeste slachtoffers zijn. En men moet mij dat toch eens uitleggen, hoe dat komt. Als het gaat echt om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, dan zou ik zeggen, het geld gaat naar daar waar de meeste coronaslachtoffers zitten. En wat gaat u daaraan doen? Of wat kunt u ik ga in eerste instantie uitleg vragen aan de Europese Commissie. En als dat blijkt dat hun parameters of zo op die manier staan, dan moet ik objectief zeggen, dan zitten die parameters niet goed. En dan ga ik toch vragen om dat te wijzigen. Mij lijkt het eenvoudig, daar waar de meeste coronaslachtoffers zijn, of patiënten, daar moet het meeste geld naartoe gaan. Ik denk dat dat een tamelijk heldere en logische logica is. Tot slot, hoe gaat Vlaanderen dit te boven komen?
Ja, hoe gaan we dit te boven komen? Ik denk eerst en vooral door de richtlijnen goed op te volgen. Wij van onze kant politiek door op te volgen hoe dat die situatie zich verder evolueert en hopelijk op een bepaald moment de maatregelen kunnen terugdraaien. Maar als het nodig is, ook nog verder verscherpen. Want we moeten dit onder controle krijgen. En daarmee, ik roep Vlaanderen, de Vlamingen op. Het wordt al massaal goed gevolgd, hè. Maar om dit ook te blijven volhouden, dit moeten we doen. We kunnen dat samen aan. We hebben al zoveel crisissen samen doorstaan. Dit gaan we ook kunnen. Maar alsjeblieft, volg de richtlijnen van de overheid op. Het is niet de politiek die dat betaalt. Het zijn de specialisten, de wetenschappers, die ons zeggen die en die maatregelen moet je nemen. Dus die zijn echt onderpind door wetenschappers. Als we dit doen, dan geraken we erdoor. Maar we moeten het wel doen. Dat is een duidelijke oproep. Bedankt, minister-president Jan Bon. Graag gedaan. En de Vlaamse regering heeft ook beslist dat alle jeugd- en sportkampen voor de paasvakantie geschrapt worden. Ze vraagt aan ouders om solidair te zijn en het inschrijvingsgeld niet terug te vragen. Kind en gezin moet zijn vaccinaties van kleine kinderen opschorten tot 5 april. En de kinderopvang die blijft wel open, net als de opvang op scholen voor wie nergens anders met zijn kinderen terecht kan. De kappers die voelen zich in de steek gelaten door de regering. In tegenstelling tot veel andere handelszaken mogen zij open blijven, maar in de praktijk is dat onmogelijk, zeggen ze. Wij bezochten enkele zaken in het West-Vlaamse Waregem. In onze eerste zaak zijn ze letterlijk bezig aan de laatste klant. Vanaf vanmiddag wordt gesloten, hoewel ze open kunnen blijven als de klanten individueel helpen. Onmogelijk, zeggen de kappers. Het is praktisch onmogelijk voor iedere plaats telkens te gaan desinfecteren. Het maakt dat alles terug veilig is voor een volgende klant. Vandaar dat het ook een onbegrijpelijke beslissing is dat de kappers nu nog een uitzondering krijgen. Andere zaken en ook ketens zijn al dicht. De klanten begrijpen het wel. We moeten ons aanpassen voor ons best wel. Hè. We gaan er natuurlijk niet mooier op worden, hè, allemaal. Ja, kijk, ik ben al een beetje lood. Hey, Bjorn. Ook hier wilden ze tot vanmiddag nog een paar noodgevallen helpen. Ze proberen veilig te werken, maar dat kan eigenlijk niet. Alles kan. Maar wij nemen het risico, de klant neemt het risico, onze medewerkers nemen het risico. Ik vergelijk ons niet met verplegend personeel, maar in feite doen wij niet veel minder. Er is boosheid over de warrige richtlijnen de voorbije week en over de financiële gevolgen durven de meesten nog niet nadenken. Personeel wordt economisch werkloos, maar de baas moet zich zien te redden. Je kunt maatregelen afkondigen en zeggen, je mag dat niet meer doen en dat niet meer doen, maar je moet ook beslissen wat er tegenover gaat staan. Als dat 3-4 weken duurt, moeten wij onze deur niet meer open doen, kan ik zo zeggen. Zo kort is het. En we willen graag nieuws en we willen graag... Ja. Mogen wij nog gerust slapen of niet? Of kunnen wij nog gerust slapen? We krijgen elke dag nieuwe officiële coronacijfers voor ons land. Er zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het coronavirus. En dat brengt het totaal aantal doden in ons land op 14 nu. Er liggen momenteel zo'n 500 besmette patiënten in ziekenhuizen. Dat zijn er 135 meer dan gisteren. 100 van hen liggen op de afdeling intensieve verzorging. En dat is een sterke stijging tegenover gisteren. En waar zitten we ergens nu in die epidemie, op die curve? Ik vraag het aan professor Geert Meyvroot, voorzitter van de Belgische Vereniging van Intensieve Geneeskunde. Welkom. Ja, als we naar onze cijfers kijken, elke of om de 2 dagen liever verdubbelt het aantal patiënten in een ziekenhuis. Dat is niet geruststellend. Dat is niet geruststellend. Natuurlijk, de mensen doen heel hard hun best. Hè, en de inspanning van de mensen vertaalt zich pas een dikke week later bij ons. Dus de opnames op intensieve lopen sowieso een week achter op de trend van de epidemie in de bevolking. Dus het is helemaal normaal dat het nu nog zo stijgt? Het is helemaal normaal. We verwachten, het moet eigenlijk nog maar beginnen. Het is eigenlijk nu nog redelijk rustig bij ons. Mm-hmm. Dus eigenlijk kunnen we verwachten dat dat zo nog blijft duren, minstens nog een week of 2 weken? Dat is heel moeilijk te voorspellen, omdat daar zijn heel veel modellen voor en niemand kan echt in de toekomst kijken. Dus je gebruikt de huidige trend om voorspellingen te maken voor de toekomst. Waar het vooral vanaf zal hangen, is de maatregelen die nu genomen worden en de mate waarin de mensen die naleven, of die de curve gaan doen afvlakken of niet en het zo voor ons makkelijker maken om... zodat er eigenlijk minder nood is aan patiënten, zodat omdat er minder besmet zijn. Ja, ja. Want er zijn nu die drastische maatregelen toch wel. De regering wil het geen lockdown noemen, maar de mensen voelen het wel zo aan. Gaan dat eigenlijk allemaal ver genoeg? Want als we Vlaams minister-president Jan Bon hoorden daarnet,
Ja, dan leek het allemaal toch wel wat soepeler te zijn. Een familiebezoek kan nog wel niet uitschijnen. Je kan niet streng genoeg voor jezelf zijn nu. Iedereen heeft filmpjes gezien hoe dat virus zich verspreidt. Virus verspreidt zich door één persoon die in contact komt met een andere persoon. En die persoon komt dan weer in contact met een andere persoon. Dus als je dat soort bewegingen kan vermijden en als je dingen die niet noodzakelijk zijn, niet doet, dan kan het beter. Eigenlijk de mensen die risico lopen, die de hoge leeftijdsmensen, die moeten proberen het niet te krijgen. En de jonge mensen moeten proberen het niet te verspreiden. En dat is eigenlijk een heel simpele boodschap. En dat kan met veel gezond verstand. Ja, dus toch heel strikt opvolgen allemaal. Absoluut, absoluut. Nu, we hebben de cijfers bij ons. 4 nieuwe coronadoden in Italië. Als we daar eens kijken, daar zijn cijfers van een ander kaliber. Ja. Vandaag 500 nieuwe coronadoden. Het totaal aantal doden op bijna 3000 daar. Hebben ze daar de piek bereikt intussen? We weten zelfs niet of ze halverwege zijn. Dat is, dus de curve moet nog afknikken naar, Dus eigenlijk, op het moment dat je de piek bereikt, dan weet je dat je halverwege bent. En eigenlijk kunnen we dat nu nog niet zeggen, want je kan dat pas zeggen op het moment dat er dus minder nieuwe besmettingen bijkomen. En dat is volgens mij nog altijd niet het geval. Mm-hmm. In elk geval, ze kunnen de toestroom daar nog maar moeilijk aan in ziekenhuis. We hebben een video binnengekregen van een Italiaanse arts. We gaan er eens eerst naar kijken. Dit filmpje is door een Italiaanse arts naar een Brusselse collega gestuurd. Hij wil laten zien hoe vol het ziekenhuis ligt. Hij toont ons eerst een eerste afdeling waar de patiënten liggen, het ene bed naast het andere. En daarna gaan we naar de gang. Ook daar staan de bedden er naast elkaar. Patiënten krijgen ook op de gang zuurstof. En de zieken liggen niet alleen in bedden, sommigen zijn gewoon in een rolstoel gezet. En daarna gaan we naar de volgende kamer, waar zieken onder een soort glazen bokaal onder hoge druk zuurstof krijgen. Ook hier alle bedden vol. Is dit wat ons te wachten staat? Dat is absolute horror. Dat is de totale collaps van het systeem. En dat is ook wat mijn collega's, want ik heb heel veel goede Italiaanse vrienden die zeggen, the system is collapsing. Zij kunnen dat niet meer aan. Dat is totale collapse van een volledig systeem. Ja. Mm-hmm. Wat u daar ziet, dat zijn patiënten, dat is geen intensive care. Dat zijn patiënten op een gewone afdeling die daar eigenlijk therapieën krijgen die je normaal gezien op een intensive care zou geven. Mm-hmm. Ja. Ziet u dat bij ons ook gebeuren? Ik ben bij ons redelijk optimistisch over de capaciteit die we hebben en hoe dat we het gaan aankunnen. Wil dat zeggen dat ik daar 100% garantie op heb? Nee, maar ik denk, we hebben een grotere totale capaciteit van ICU-bedden per aantal inwoners dan Italië. En ik heb de indruk dat we zijn misschien niet perfect gedisciplineerd, maar toch alvast meer gedisciplineerd dan de Italianen. Wat niet wil zeggen dat de teugels mogen gevierd worden. Dus mensen moeten echt hun uiterste best doen om alles waar ze niet mee moeten in contact komen met andere mensen, om dat absoluut te vermijden. Ja, ja, we hebben nu gezien waar het anders toe kan leiden. Absoluut. Ja, dank u wel, professor Meyfroth. In Frankrijk beleefden ze vandaag hun tweede dag van lockdown. Niemand mag zijn huis uit, tenzij strikt noodzakelijk. En dan moet dat met een formulier aangetoond worden. De Franse politie controleert streng. Al wie niet kan bewijzen dat hij of zij een goede reden heeft om in de openbare ruimte te komen, die krijgt een boete van €135. De Sacré-Cœur in Parijs lag er waarschijnlijk nog nooit zo rustig bij. Op de tweede dag van de strikte maatregelen regeert de kalmte in de Franse hoofdstad. Het is plutôt agréable. Paris, geen verkeersdrukte zoals gewoonlijk en overal zie je agenten die chauffeurs, voetgangers en fietsers controleren of ze wel noodzakelijke verplaatsingen maken. Wie geen formulier kan tonen, krijgt onmiddellijk een boete. On n'a pas ramené la feuille avec nous, la feuille une amende, €135. Vous comprenez? Ouais. Ook in Nice aan de Côte d'Azur krijgt een voetganger een boete omdat hij te ver van zijn huis wandelde. On a plus de travail, on a la maladie et vous êtes là, vous faites le méchant. In totaal zijn er 100.000 politieagenten die over heel Frankrijk controles uitvoeren. In Rijssel controleert de politie zelfs iedereen die het openbaar vervoer neemt. In Toulouse lijkt de stad uitgestorven. De eenzame loopster kent wel de voorschriften. We hebben het papier là pour dire qu'on fait une activité sportive. Et donc voilà. Faut rester dans les règles quand même. Weinig volk op de markt in Valenciennes, maar ook hier begrip voor de maatregelen. On a le moral commun, hein? D'abord, on se tient loin. Moi, j'ai mis les gants.
non, il n'y a pas de, souci du tout. Et c'est normal de les faire travailler. In Nancy probeert een gezin van vier er het beste van te maken. Je sais qu'il y aura des moments de tension, évidemment. Je pense qu'il faut pas perdre de vue pourquoi on fait. En elke avond om 8 uur 's avonds wil Frankrijk met applaus hulde brengen aan alle dokters, verpleegkundigen en zorgverstrekkers voor hun moed en zelfopoffering in deze moeilijke tijden. Naar de Verenigde Staten dan. Ook daar krijgt het leven een wending door allerhande coronamaatregelen en nemen de nervositeit en de onduidelijkheid toe. Maar wat wel meer en meer duidelijk wordt, is dat ex-vicepresident Joe Biden de kandidaat van de Democraten zal worden bij de presidentsverkiezingen in november. We move closer to securing the Democratic Party's nomination for president. And we're doing it by building a broad coalition that we need to win in november. Biden heeft de voorverkiezingen gewonnen in de staten Florida, Illinois en Arizona. Met een grote voorsprong op zijn concurrent Bernie Sanders. De voorverkiezing in Ohio is door het coronavirus uitgesteld naar juni. De democratische voorverkiezingen in Amerika verlopen door het coronavirus anders. Ook hier is afstand houden de boodschap. A lot of our poll workers are older than 70 years old and they need to protect themselves because this is a dangerous virus and we completely understand that. Het ziet er naar uit dat Joe Biden de race tegen Bernie Sanders wint. Beide kandidaten spreken trouwens ook meer en meer over corona dan dat ze elkaars politieke standpunten aanvallen. You know, it's important for us to get through this crisis. Protecting both the public health and our democracy. What this country is experiencing right now is something that we have never experienced in the modern history of this country. That is, number one, a major pandemic which threatens the health and lives of millions of our people. And on top of that, an economic crisis which threatens the jobs. Lege straat in San Francisco, want ook in Amerika beginnen meer en meer staten strengere maatregelen op te leggen vanwege het coronavirus. I think we needed to do it. It's going to hurt a lot of people, I know. But it's for the greater good, I think. But it is really strange to see no one here. Een heel ander beeld in Florida, waar veel jongeren toch de traditionele spring break, zeg maar hun voorjaarsvakantie, willen vieren zonder dat er iets aan de hand is. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. You know, I've been waiting. We've been waiting for Miami spring break for a while. Toch zullen ook in Miami, zoals in de rest van Florida, bars, restaurants en stranden sluiten. En voor een gokje in de casinos in Las Vegas zou je wellicht ook een paar weken moeten wachten. Al heel wat grote internationale wedstrijden en events zijn afgelast en daar komt er nu nog eentje bij, het Eurovisie Songfestival. Dat zou in mei plaatsvinden in Nederland, maar gaat vanwege de corona-epidemie niet door. En dat is voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van het festival. Er is lang over gepraat en verschillende opties zijn afgewogen, zegt organisator EBU, de Vereniging van Europese Openbare Omroepen. Maar er is geen andere mogelijkheid. EBU hoopt dat het festival volgend jaar wel in Rotterdam kan plaatsvinden. Alex Callier, die met Hooverphonic voor ons land kandidaat was, vindt het een logische beslissing en hij hoopt er zeker bij te zijn als het zover is. Wij gaan absoluut terug naar het Euro Songfestival, maar op dit moment is dat natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. We zullen zien, maar als ze het ons vragen, zeker. En dan ook met hetzelfde nummer of een ander? Als ze het ons terugvragen, veronderstel ik weet het nog niet, maar ik veronderstel dat het een ander nummer zal moeten zijn. Een groot deel van de charme van het festival is dat die nummers zo mondjesmaat worden gelost en dat dan een hele community online door comments opgeeft en filmpjes maakt en reviews maken. Dus ik denk dat de nummers wel moeten, ja, dat er toch wel nieuwe nummers zullen moeten geschreven worden. Pascalke? En dag, schoten. Bierprover dus. Je weet wat ik gezegd heb, hè? Zatlappen maken geen carrière. In de nieuwe reeks van de kampioenen zal hij niet meer te zien zijn. Xavier Waterslagers, de militair en doelman die alles graag een dagschotel bestelt. Acteur Johnny Voners is overleden. Hij was 74 en had al een tijd kanker.
Vonders was bekend bij jong en oud in Vlaanderen. Meer dan 50 jaar lang was hij te zien in het theater en in talloze populaire tv-reeksen. Verroest. Vader heeft u getelefoneerd. Johnny Vonders werd bekend in Vlaanderen als de jonge assistent van detectieve Axel Nord in het gelijknamige jeugdfeuilleton. Ook in het echte leven was acteur Nan Buyl lang een gids voor Vonders. Mag ik u helpen? Praat er eerst eens met je vader over, Dirk. Johnny Vonders was meer dan 30 jaar getrouwd met actrice Janine Bisschops, met wie hij ook vaak op de planken stond. Ga waarheid zeggen hier in bed? Ja. Wat doen we dan achteraf? Nog een tv, zie. Op tv speelde Johnny Vonders zowel in satirische programma's als in feuilletons. Zo was hij de jongste bediende in De Collega's. Wat? Ah, ja, opsteller. Ja, ik begin hier als opsteller. Natuurlijk zal het allemaal makkelijker gaan als ik hoger opklim, maar ja. Ja, dag papa. Het publiek zag in Johnny Vonders vooral een komische acteur. Zijn grootste triomfen beleefde hij als Xavier Waterslagers in FC De Kampioenen. Pascal, een dankschotel. Vonders speelt de keeper van De Kampioenen, een beroepsmilitair die thuis onder de sloef ligt van zijn bazige vrouw Carmen, een rol van Loes van den Heuvel. Van 1990 tot 2011 is het koppel een van de sterkhouders van het feuilleton. Die Leem, die is hier terecht gekomen. Sjoeke, moet dat nu echt? Het is hier al zo warm. Je bent toch niet vies van mij, hè? Nee, maar als het zo heet is, dan heb ik dat echt niet graag. Zo. Naast acteren hield Johnny Vonders ook van zingen. Hij hield vooral van chanson en oogste onder meer succes met de liedjes van Charles Aznavour. Tout ce qui fait, je le sais. Waar mensen een moeilijke periode doormaken, zoals nu tijdens de coronacrisis, daar groeit vaak ook iets moois. In Italië houden ze elke dag balkongezangen en applausmomenten om er de moed in te houden. En die traditie krijgt navolging. Straks meer daarover. Eerst het sportnieuws, Katrien. En dat is ook weer coronagewijs, want nieuwe maatregelen, ja, dat heeft alweer nieuwe gevolgen. Ja, voor het voetbal onder meer. De profclubs hebben vandaag vergaderd, telefonisch, zoals dat moet. En alle voetbaltrainingen worden stilgelegd tot minstens 5 april. Pas als de trainingen kunnen herbeginnen, valt de beslissing over welke matchen er nog afgewerkt worden en wanneer. Maar eind juni moet alles achter de rug zijn. Met andere woorden, of er nog gevoetbald wordt dit seizoen en of er nog play-offs komen, al dan niet in een aangepaste vorm, dat zullen we allemaal pas weten over een paar weken. Het is een bijna onmogelijke opdracht om in te schatten wanneer het normale leven herbegint. Het is dus ook niet simpel om in te schatten wanneer er opnieuw gevoetbald wordt. De Pro League stelt dan ook geen concrete datum voor. Alleen wordt er al zeker niet getraind tot 5 april. Een herneming van de competitiewedstrijden zal gebeuren in functie van de herneming van de trainingen bij onze clubs, waarbij uiteraard een redelijke termijn in acht zal genomen worden om de spelers wedstrijdfit te krijgen. De beslissing over het hernemen van de wedstrijden en speeldagen die voor eind juni gespeeld kunnen worden, zal dan genomen worden. Met andere woorden, je komt dan al snel uit in de maand mei. En dan nog is het afwachten welke wedstrijden er precies gespeeld kunnen worden. Wat bijvoorbeeld met de terugwedstrijd tussen Oud-Heverlee-Leuven en Beerschot, die moet bepalen wie naar 1A mag. Over dat vraagstuk hebben een aantal clubs uit 1B zich ondertussen al gebogen. Zij stellen voor om in dat geval zowel Oud-Heverlee-Leuven als Beerschot te laten promoveren. Volgens hen is dat een eerlijke oplossing. Er zouden dan 18 clubs in 1A spelen, want in dit voorstel zakt er geen enkele club vanuit het hoogste niveau. Oostende en Waasland-Beveren, de twee ploegen in gevaar, zullen het graag horen. Maar zover is het dus nog niet. In een ander dossier is er binnen de Pro League een doorbraak. Antwerp stapt dan toch in de collectieve verkoop van de mediarechten.
Iets meer dan een maand geleden kwam het tot een deal tussen de profclubs en sportzender Eleven voor 103 miljoen euro per jaar voor de komende 5 seizoenen. Maar Antwerp sloot zich daar niet bij aan, omdat het zich bij de verdeling van het geld benadeeld voelde. De voorbije weken is er druk onderhandeld met resultaat. De ploegen van de G5, de traditioneel grootste 5 clubs, zullen een deel van hun tv-gelden aan Antwerp afstaan. En de Great Old doet nu dus mee. En dan wielrennen. Geen Ronde van Vlaanderen, geen Scheldeprijs, geen Brabantse Pijl. Er wordt in ons land sowieso niet meer gekoerst tot 30 april. Dat heeft de Belgische Wielerbond beslist. Met in Nederland ook nog eens de officiële afgelasting van de Amstel Gold Race, is er nu een streep door het hele wielervoorjaar getrokken. Maar alvast voor de ronde wordt er een andere datum gezocht. Geen massa toeschouwers aan de start en op de hellingen. Het zat eraan te komen en nu is het officieel geen Ronde van Vlaanderen op 5 april. De organisatie voert al verkennende gesprekken voor een nieuwe datum en dat is ook zo voor de andere grote klassiekers. Zeker in deze fase, omdat we niet weten natuurlijk hoeveel ruimte er nog gaat zijn op de al volle kalender. Dus de prioriteiten op dit moment zijn de Grand Tours, dus de rondes en dan de 5 monumenten. Laat ons daarvan in eerste instantie uitgaan en dan bekijken of er nog mogelijkheden zijn met betrekking tot andere wedstrijden. Naast de ronde gaat het dan in de eerste plaats over Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Tom van Damme, voorzitter van de Belgische Wielerbond, werkt bij de UCI mee aan de kalender. Met de UCI zijn we daar volop aan het werk, is van te kijken op welke manier dat kan, in welke periode. Maar daar ook is het toch een beetje koffiedik kijken, want wij weten niet hoe lang dat deze periode duurt. En anderzijds is van te zien in samenwerking eventueel een samenwerkingsverband met wedstrijden. Langs de andere kant kijken of dat het mogelijk is om het seizoen eventueel wat te verlengen. Vandaag heeft de Belgische Wielerbond alle koersen verboden tot 30 april. Ook de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs, ook van Flanders Classics, sneuvelen dus. Financieel is dat een zware klap. Dat is een enorme aderlating, hè. Dat heeft enorme impact. Het is zeer vroeg om daar nu al echt bedragen te kunnen opkleven, ook omdat heel veel van onze partners, onze rechtenhouders, die hebben allemaal andere zorgen op dit moment. Dus we zijn vooral bezig geweest met praktisch alles te proberen managen. Ondertussen proberen renners hun conditie te onderhouden. Oliver Nase bijvoorbeeld is vanmorgen bij het ochtendgloren begonnen aan een trainingstocht van maar liefst 350 kilometer. De meeste renners blijven trainen, maar ze stellen zich geen doel. Eerder vanavond interviewde Ruben van Gucht op de Facebookpagina van Sportza 2 toppers, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel. Allebei blijven ze rustig in deze moeilijke omstandigheden en ze relativeren hun sportieve problemen. Mathieu van der Poel, de winnaar van de Amstel Gold Race 2019, heeft er vandaag een training van 220 kilometer op zitten. Maar specifiek voor een wedstrijd trainen kan hij uiteraard niet. De Nederlandse toprenner kan het desondanks goed relativeren. Als alles goed gaat, heb ik nog wel 10, 15 jaar om klassiekers te rijden, hopelijk. Als dit iets eenmalig is, dus... Het is voor iedereen kloten, om het zo te zeggen. Dus ja. Voor ons ook, maar voor andere mensen ook. We hebben nu nog geluk dat we wat buiten mogen fietsen. Ik vermaak mijn eigen wel op zich, maar ik heb die knop wel vrij snel om kunnen draaien. Ja, maar je moet bijvoorbeeld wel in België blijven trainen. Je moet ook meer en meer alleen gaan trainen, eigenlijk volledig alleen gaan trainen. Groepstrainingen worden al moeilijk. Hoe ga je dat blijven aanpakken? Ja, dat is wel een groot nadeel natuurlijk, omdat ik ook wel fan ben van in groep trainen. Ze zullen het wel voor een reden zeggen, natuurlijk. Dus het zal 2-on-2 worden en dan met een gat ertussen. Ook Remco Evenepoel maakt vele kilometers in zijn eentje. Misschien voor de Giro, mocht die eind mei plaatsvinden. Al wordt de voorbereiding voor Tokio dan weer moeilijk. Ik denk wel, aangezien we hadden gezegd dat we in de Giro zouden starten, dat we ons aan dat plan gaan houden. En dan zullen we wel zien hoe het valt qua recuperatieperiode. In aanloop naar Tokio, want het is toch een dikke maand dat het allemaal opgeschoven wordt dan. Ja. Dus dat is nog een beetje uitdokteren en zo, maar alleszins, het is positief nieuws en ik ga me daar zeker aan blijven optrekken.
De Olympische Spelen in Tokio die gaan voorlopig gewoon door. Hoewel volgens de grootste krant van Japan meer dan 60% van de Japanners de Spelen wil laten uitstellen, staat de start nog altijd voor eind juli gepland. Er is vanuit Japan een vliegtuig vertrokken om de Olympische vlam op te halen in Athene. De vlam is vorige donderdag aangestoken in Olympia. Het vliegtuig wordt uitgewuifd door medewerkers van de luchthaven. Opvallend, die staan in een groepje bij elkaar. De leiders van het organisatiecomité vliegen wel niet mee. Een voorzorgsmaatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Japanse ambassadeur in Griekenland zal de vlam morgen in ontvangst nemen op een officiële ceremonie. Niet overal in de wereld blijkt de bezorgdheid over het coronavirus even groot. Kijken we naar Rusland. Daar zijn op dit moment officieel iets meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Basketbalspeelster Emma Meeseman is daar. De competitie is er deze week stopgezet. Maar eigenlijk merkt Meeseman in Jekaterinburg voorts maar weinig van speciale maatregelen. Jekaterinburg, de vierde stad van Rusland met bijna 1,5 miljoen inwoners, is de thuishaven van Emma Meeseman. De basketcompetitie is er nu toch stilgelegd, maar wel als een van de laatste in Europa. Het is een redelijk late beslissing geweest. We waren allemaal erop aan het wachten tot wanneer het uiteindelijk ging beslist zijn. En dat heeft er vooral mee te maken, denk ik, dat er nog niet zoveel gevallen zijn in Rusland, toch niet in vergelijking met Europa. Dus de mentaliteit was, het is nogal ver van ons bed en het zal hier wel niet gebeuren. Helemaal anders dan in West-Europa dus. Op straat gaat ook alles zijn gewone gangetje. De winkels blijven open, restaurants zijn nog volop aan het draaien, winkelcentra, iedereen gaat daar naartoe. Er is nog veel volk op straat. Ik heb al enkele mensen gezien met een masker, maar voor de rest merk ik echt niet veel in ons gewoon leven, van dat er een serieus virus aan de gang is. Zo gaat het WK schaken in de stad gewoon door. Elkaar de hand schudden mag nog, publiek is niet toegelaten. Er staan wel een paar flesjes ontsmettingsmiddel op tafel. Dus ik denk dat er nog heel wat zal moeten veranderen vooraleer dat mensen echt wel zullen beseffen van het is serieus en we moeten binnenblijven. Maar eenmaal dat er meer gevallen zullen zijn en dichterbij, dan zullen de mensen dat wel zeker beseffen. Maar nu is het totaal nog niet zo. Daar lijken ze echt te leven in een andere wereld dan de onze, maar het kan snel veranderen. Zeg dat wel, Katrien. Doffe ellende, eenzame opsluiting thuis. Maar de coronacrisis brengt ook de mooie kanten van de mens naar boven. Mensen helpen elkaar waar het kan en ze steken elkaar een hart onder de riem. Zo viel er een mooi momentje te beleven in Gent vandaag. Ja, vanuit enkele ramen klonk Mia van de overleden Gentse zanger Luc de Vos. Het was een oproep van muzikante Doreen Staljanses op Facebook om te zingen, om elkaar te troosten en te steunen. Het nummer Mia leek daarvoor geknipt. Ik heb ook een eigen band waarmee ik regelmatig optreed. En het is eigenlijk een heilig nummer en we durfden dat in het begin niet goed aanraken, omdat het eigenlijk zo gekend is, maar we zijn het dan toch beginnen spelen. En we hebben gemerkt dat de mensen dat super leuk vonden en dat ze zo begonnen meeneurien en meezingen. En dat is altijd zo'n kippenvelmoment op het optreden. En daarom dat ik dacht van ja, dat is eigenlijk het ideale nummer om dat te doen. Samen zingen en ook applaudisseren voor het medische personeel. Het begon in Italië. Daar zitten ze al wat langer aan huis gekluisterd door de corona-uitbraak. En de gewoonte wordt overgenomen in veel andere Europese landen, niet alleen bij ons. We maakten een overzicht te beginnen in Nederland. Dit is Amsterdam. Om 8 uur precies gisteravond begonnen de bewoners hier van op hun balkon of van op straat te applaudisseren. Een eerbetoon aan de vele dokters en verpleegkundigen die dag in dag uit in de weer zijn om de coronazieken te verzorgen. En dit is Parijs. In Frankrijk is de epidemie de voorbije dagen in een stroomversnelling terechtgekomen. Daar zijn ze nu volledig in quarantaine. Het aantal besmettingen ligt er op ruim 7700 met 175 doden. Niet alleen applaus, maar ook muziek in Spanje. Hier oogst een saxofonist grote bijval met een onverwacht concert van op het balkon. Spanje heeft bijna 14.000 besmettingen en meer dan 620 doden.
Het is hier in Italië dat de gezangen en het applaus hun oorsprong vonden, nadat het land vorige week al in quarantaine ging. Sono in coda, ma almeno la musica tira sul morale. La musica fa tantissimo alle persone, perché aiuta a stare un pochettino anche più tranquillo, anche in casa. Het weerbericht nog. Vannacht eerst brede opklaringen, later komt er meer bewolking vanuit het noordwesten. Minima tussen 1 en 7 graden. En het is even gedaan met het zonnige lenteweer. Morgen is het dikwijls zwaar bewolkt en plaatselijk kan er wat regen vallen. Wel zacht, met maxima tussen 11 en 15 graden. Blijf in uw kot, dat is nu de officiële richtlijn voor ons land. Alleen wat echt noodzakelijk is, mag nog. Het zijn nooit geziene maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. En we moeten ons daar allemaal aan houden om dit te doen slagen. Dat zegt de overheid, dat zeggen artsen. Als u vragen heeft over wat wel en niet mag, er staat heel veel informatie op vrtnieuws.be. Ga daar zeker eens kijken. Veel moed, hou het gezond, tot later. We zullen hier geregeld rondrijden met de fiets en kijken of daaraan gehouden wordt, eigenlijk aan die regelgeving. Het is nu nog wat wennen en wat aanpassen, dus we maken ervan gebruik, nu het nog even kan. Ja, Brussel is heel leeg natuurlijk, de stad bruist normaal gezien en nu is er bijna niemand. Het is natuurlijk heel, heel streng en voor sommige mensen zal dat wel een kleine ramp zijn, vermoed ik. Duwen en trekken met karretje en wou binnen, dat karretje gewoon tegen mij beginnen duwen van ga uit de weg. Ik zeg nee, ik ga niet uit de weg. Ik heb eigenlijk hier lang ook vroeger discotheken gedaan. Ik zie nu tafereel dat ik de laatste jaren niet heb gezien. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.